Kijk, hier zien we een onbespoten cubistische pompoen waarmee Enschede zijn entree heeft verrijkt, versierd. Stond recent al in de lijst van afschuwelijkste, lelijkste gemeentes van Nederland. En het ook het nieuwe college heeft gemeend daar nog een bijdrage in te moeten leveren door dit te laten bouwen. Een afschuwelijke oranje doos, cubistische doos. Nu nog onbespoten, maar dat gaat natuurlijk helemaal niet lang duren, want die artiesten, zoals ze zichzelf noemen, hersenloze figuren, zullen dat wel in no time allemaal weer gaan vol spuiten. Afgrijzelijke tags of hoe heet die dingen. Allemaal van die talentloze jongeren, daar zijn we er ook nogal rijk mee gezegend hier. Het zal wel wel benieuwen. Geweldig. Ja, het voorkomt natuurlijk in elk geval dat er nog steeds minder mensen de neiging zullen voelen zich in dit afschuwelijke dorp te vestigen. Hetgeen voor de zittende gemeenschap natuurlijk eigenlijk alleen maar weer een goede zaak is. Want we hebben helemaal geen behoefte aan meer Enschedeërs. Ja, het blijft moeilijk. Toch bedankt.